vandaag heb ik even een shoplogje voor jullie. Allereerst wil ik me even excuseren. Ik heb de hele week al last van mijn keel. En ik voel me niet zo lekker. Dus sorry dat er de hele week geen filmpjes geweest. Maar ja, ik bedoel, met een stem die niet klinkt, lijkt het me niet slim om te gaan filmen. Ik voel me nou ook niet mijn allerbest. Maar ja, shoplogs, die moeten er gewoon op. En gisteren geshopt. Dus ja, dan maar even een kraakstemmetje. Volgens mij valt het nu wel mee. Maar mocht je er dus last van hebben, sorry. Maar het is even niet anders. Ik ben gisteren uit school even naar Rotterdam geweest. Onder andere om de Rihanna Loves Mac Holiday Collectie te shoppen. En dit plukje is zwaar irritant. Andere kant op. Ja. Dus de Rihanna Collectie. Daar heb ik ook wat van gekocht. Maar het ging dus zo. Ik loop de school uit en de school is vlakbij de stad. Een paar straatjes, je bent er. Maar de koopgoot, waar dus de Bijenkorf zit, is ietsje verderop. Dus nou ja, ik heb best wel snel gelopen, omdat ik wilde heel graag de bronzer hebben. En ja, ik vond die ene lipstick Bad Girl Riri, volgens mij was dat. Die vond ik ook wel heel erg mooi, dus die wilde ik eigenlijk wel even het echt zien. En ja, gewoon, ik wilde gewoon iets kopen en ik het liefste die bronzer. Maar ik dacht, nou ja, die zal vast wel uitverkocht zijn. Dus ik loop. Nou, was ik er eindelijk, kom ik daar, bronzer uitverkocht. Ik denk, wat? What are you telling me? Uitverkocht? En ik, nee. Nou, de lipsticks waren allemaal weg. Zowel de Pleasure Bomb als Riri Woo als Bad Girl Riri. Allemaal uitverkocht. De twee oogschaduwpletten waren er nog wel. Die waren wel mooi, maar die Velux Pure oogschaduw zijn best wel sheer. Zijn heel erg glitterig. Maar ik heb liever een goed gepigmenteerde oogschaduw dan een oogschaduw die ik al 10 keer heb in dezelfde kleur, maar nu met meer glitters. Dat vind ik, ja, €40 best wel duur. En de eyeliners waren niet denderend, waren wel mooi, maar ja, ik denk eyeliner, daar heb ik al zat van. En het tasje was wel heel mooi, dus heb ik nog aan proberen te smeren, maar ik heb toch nee gezegd. Want ja, €25 voor een tasje wat je misschien één keer in je leven gebruikt, is ook best wel duur. En dan had je nog het kwastje, nou dat was ook niet dat ik zeg, die moet ik hebben. Ik wilde vooral de bronzer heel graag hebben, want die was zo mooi. En dus ik zeg zo van, joh, zij tegen zo'n verkoop bij make-up artist. Dus ik zeg zo van, joh, denk je dat ze bij de Douglas hier verderop, waar ze make-up verkopen, ook die Rihanna collectie? En wij zeggen, ja, ik denk het wel. Nou, de lipsticks waren definitely overal uitverkocht. Nu, nou ja, weet je, jammer dan, als de bronzer er maar is. Dus nou, zodoende ben ik dus naar de Douglas gelopen, een stukje verderop besteld. Ik kom binnen, het eerste waar ik naar keek toen ik binnenkwam. Was op het schap, zeg maar, van die Rihanna collectie. En wat denk je? Hij lacht er, hè? Die prachtige bronzer. Hij lacht er gewoon. Ik denk, wat? Grapje zeker? Ik bedoel, nee, dat kan niet. Zo. Dat kan niet. Zoals je hoort, ik heb het echt los van mijn keel. Dus bij Douglas alles nog wel. Yay. Jammer is alleen, als er korting is bij de Douglas, is dat je nooit korting krijgt op Mac. Nou ja, zo is het leven. Nog een geurtje van Versace erbij gekregen. Crystal Noir. Cristal Noir. Die met die grote diamant op de top. Hartstikke lekker. En twee gratis samples naar keuze op de site. Ook het leuk. Maar waar we natuurlijk voor gingen. Yay, daar is die. Ik vind het doosje al zo mooi. Hè? Die glimmende air zo. Met Riri Loves Mac. Gaat echt mis. Ik vond de collectie echt heel leuk. Ik denk, die eerste heb ik niks van gekocht. En die tweede had ik dan twee producten. Maar deze is echt het pareltje van allemaal. Een wit met roze gouden verpakking. Nou kijk, zo lijkt hij niet heel bijzonder. Want ja, ik bedoel gewoon, het lijkt gewoon een matte bronzer. Maar je doet hem open. Ik zat echt zo van, oh, amazing. Ja, ik vind hem zo, ach, dat moet ik wel verrecht aan natuurlijk. Ik vind hem zo mooi. En ik twijfel nog wat te donker voor mij zal zijn. Want zoals je kan zien is het best wel een redelijk donkere kleur. Dus ik heb eerst gevraagd van, joh, zijn we echt bij hem op kunnen doen aan een make-up artist bij de Douglas. En dat deze. En ik heb hem vanochtend opgedaan. Maar ik denk niet dat je dat nog gaat zien. Die glans van hier is wel een beetje van de bronzer. Maar ook een beetje van de highlighter. Dus ik denk niet dat je het nog gaat zien. Maar hij is in ieder geval echt heel erg mooi. En deze was €27,50. Definitely geld waard. Ik bedoel, hij is hartstikke mooi. Het is ook gewoon een matte bronzer, maar tegelijkertijd ook een soort van blush. Ik gebruik hem tenminste een beetje voor allebei. En hij is heel erg mooi. En maar €27,50 vind ik echt niet duur. Die oogschaduwpletten zijn €40. Dus hier ben ik echt heel blij mee. En
Mocht hij er nog ergens zijn en je wil hem heel graag hebben, ga nu naar de winkels, want hij is echt weg binnenkort. Mochten jullie trouwens allemaal interesse hebben in Ruby Woo van de Rihanna collectie, mensen, koop gewoon Ruby Woo. It's dezelfde kleur, definitely dezelfde kleur, alleen een andere verpakking. Maar wil je naar de kleur of wil je naar de verpakking? Dan ben ik ook nog bij de River Island geweest, waar ik onder andere deze oorbellen heb gekocht. Ik zal even inzoomen. Het is hier blauw en dit loopt een beetje met een bronskleur over. Best wel lang zijn ze. Maar ze waren dus eerst 13 euro. Ik dacht 13 euro, denk ik, nou laat maar zitten. Maar nu maar 3 euro. Ik denk, nou ja, weet je, voor dat geld wil ik ze best meenemen. Dus ik vond ze wel leuk. En verder heb ik nog een cadeautje gekocht van mijn vriendin Birgit. Maar dat ga ik niet laten zien, want Miep kijkt ook maar filmpjes. Dus Biggie, dat ga je binnenkort zien. Dan ben ik nog bij de Lush geweest. Fighting animal testing. In ieder geval bij de Lush dus. En de meesten die mij kennen, die weten dat ik met de kerst al helemaal wild ben van mijn één bepaalde douchegel. En er is maar één douchegel op de hele wereld waarvan ik zeg, die moet je hebben. Ik ben niet echt zo van, oh douchegel. Ik vind het altijd wel lekker, maar niet heel speciaal. Maar er is maar één douchegel in mijn leven waar ik zeg, die moet je echt kopen. Dat is Snow Fairy van Lush. Oh, ik vind het zo lekker. Ik ga hem niet openmaken, sorry. Dit is in ieder geval hoe hij eruit ziet. Hij heeft glittertjes, zoals je kan zien. Hij is knalroze, ook op de washand. En hij ruikt naar candy canes, naar snoepjes. Gewoon echt een snoepwinkel in een flesje. Hij is zo lekker. Ik heb die van mij, dit is een medium trouwens. Die heb ik ook grote, maar die waren uitverkocht. Nou, jammer dan. En ik heb zo'n grote en daar doe ik heel zuinig mee, omdat ik ja, deze nu pas heb gekocht. Maar er zit nog een klein beetje in. En daar heb ik het hele jaar mee gedaan. Ik vind hem zo lekker. Ik ben er zo zuinig op. Ik vind hem heerlijk, echt. Wil je een lekker douchegel? Wil je vriendinnetje verrassen? Misschien is hij zelfs voor mannen wel lekker. Koop Snow Fairy. Het is misschien wat prijzen voor een douchegel, want ja. Even kijken of er dan nog een bolletje bij zit. Snow Fairy kost deze verpakking in ieder geval 13,95 euro. I know, dat is best duur, maar je doet hier zo lang mee. Als je gewoon niet te veel gebruikt, gewoon zuinig bent, dan kun je zo van genieten. Het is zo lekker. Vooral met de kerstdagen vind ik dit echt heerlijk. Dus ik ben heel blij dat ik een beetje heb. Daar ga ik weer vol gebruik van maken. Dan ben ik teruggegaan. Oh nee, trouwens. Ik vergeet iets. Ik kreeg bij Lush nog een sampletje van Snow Globe. Ik ga hem er niet uithalen, maar jullie moeten me maar gewoon mijn woord geloven. Snow Globe, zoals je kon zien. Hoop ik dat dat leesbaar is. Snow Globe. Dit is even mijn favoriete kerstzeepen van Lush. Het is een beetje een citroenachtige, frisse, opwekkende geur. Ja, citroen. Super lekker in ieder geval. En verder kreeg ik daar nog de nieuwste Lush boekjes bij. Op een gegeven moment waren het er twee, maar het is echt super handig, want hier staan dus de kerstdingen in. Daar heb ik nu niet zo heel veel meer aan, maar misschien dat ik ooit nog een keer zeg, nou, ik wil, nou ja, ooit. Misschien dat ik nog voor de kerst, ik denk niet, nog wat wil kopen, dan sta ik in ieder geval alles hierin. En alle dingen in het vaste assortiment zitten voor Lush staan in dit boekje. Dit is echt een dik boek. En er staat alles helemaal uitgelegd, ook over de cleansers en ja, alle zeepen. Dus dat is wel, ik kan trouwens ook wat dingen laten zien. Dit is bijvoorbeeld de voetverzorging. Dit voetje hierboven is een scrub, een hele fijne scrub. Dat is bijvoorbeeld de Stepping Stones, citroengras scrub voor je voeten. En dan staat erbij de puimsteen in deze voetscrub verwijdert dode huidcellen, jojoba en citroenolie verfrissen de huidcellen. Dus dat is wel heel erg lekker. Even kijken. Nou, bijvoorbeeld over de maskers. De gezichtsmaskers. Ze zien er heel vies uit, ik weet het. Maar ze zijn echt wel prettig. Zeep. Shampoos. De shampoo bars. Zoals bijvoorbeeld. Even kijken, de bekende. Zoals. Ultimate Shine. Shampoo bar. Dat is al bekend volgens mij. Natuurlijk alle zeepjes. Zoals bijvoorbeeld Miranda en Dirty, een van mijn favorieten. En Rockstar, de Snow Fairy zeep, dus de vaste vorm. Ook echt super lekker, dus altijd handig zo'n boekje.
Toen ben ik nog terug geweest naar de Bijenkorf. Naar mijn grote vriend Errol. En Errol die is make-up artist bij MAC in de Bijenkorf in Rotterdam. En Errol en ik hebben het altijd heel gezellig. En ik zei tegen Errol van, joh, weet je wat het is nu winter. En pluizig haar, droge voeten, maar ook mijn gezicht. Maar ook mijn gezicht, dat werd niet echt mee. Het is allemaal heel droog in mijn gezicht op een of andere manier. En mijn concealer onder mijn oog is echt super erg op dit moment. Je ziet gewoon dat ik heel slecht slaap heb bijvoorbeeld die nacht. Ik heb bijvoorbeeld van de week niet zo lekker geslapen, want ik was ziek eigenlijk. Nou ja, ziek. Ik voel me niet zo heel erg lekker. En dan slaap ik ook niet zo heel erg lekker. Dus zodoende wilde ik eigenlijk een andere concealer. Maar ik heb zoals jullie weten de Pro Longwear, maar dat is voor mijn buisjes. Onder mijn oog is dat echt veel te droog. En ik gebruik op dit moment de Yves Saint Laurent Touche Eclat, maar het is echt meer een highlighter. Ja, hij is wel fijn, maar voor mij is het niet genoeg. Hij moet echt dekkender zijn. Dus hij raadde mij aan de MAC Mineralize Concealer. Die ziet er zo uit. Deze is de dop is iets groter dan het hulsje. En dit is in de kleur NC20. Ik snap het echt niet. De ene MAC art zegt tegen mij C, anders G. Maar goed, de kleur heeft bij mij aangebracht en dat was echt heel goed. Ik weet niet of je dat nu nog gaat zien, maar ik heb bijna geen wallen zo. En zoals jullie weten heb ik daar snel best wel last van. Dus ik ben er wel heel erg blij mee. Zo ziet het applicatortje eruit. Oh, ik zal gelijk maar even laten zien hoe gepigmenteerd die is. Ik heb nu even een veegje op mijn hand zitten. En wat je dus normaal doet bij concealer is je dept, maar bij deze kun je ook echt smeren. Het is echt een hele vloeibare concealer. Zoals je kan zien. En ja, hij is wel een beetje droog, maar kom op. Ik bedoel, dat zijn alle foundations, alle concealers, alle poeders. Alles is droog. Maar ja, ik bedoel, dit is al iets beter. Ik zat trouwens te denken, waarom zo zwart zie ik deze Rihanna poeder niet even voor jullie. Dus dat ga ik even doen. Ik heb nu even gemengd. En zo ziet hij er dan uit. Oh, ik vind hem zo mooi. Het is wel een overspray, die air. Dat betekent dus dat hij op den duur gaat verdwijnen. Heel balen. Maar het doosje en alles maakt het allemaal weer goed. En kom op 27,50. Is voor MAC echt niet duur. Zo, ik voel echt dat mijn stem aan het wegvallen is. Dus ik ga even snel een eind aan breien. Als laatste kocht ik bij de Kruidvat nog de Rimmel Apocalypse. Ik ben zo gek op die dingen, echt serieus. Ik heb er al 3. Een roze, een rode en een nude kleur. Maar ze zijn gewoon zo fijn in gebruik. Als ik gewoon zin heb in een lekkere felle lipdag, altijd Apocalypse. Bijna altijd. En sorry, dat is de telefoon die jullie hoorden. Maar goed, in ieder geval, dus ik vind die Apocalypse heel erg fijn. En ik vind ze, nou niet heel duur, maar ik vind 10 euro voor een lipgloss best wel prijzig. En nou is Rimmel geen MAC. Bij MAC vind ik het een ander verhaal. Maar ze zijn wel bijna even duur als MAC in die zin. Dus ja, als er een actie is met 1 plus 1 gratis, dan ben ik er natuurlijk bij. Nou, allereerst kocht ik de kleur Steeler. Dat is een hele, hele, hele felle koraalkleur. Dit is geen nieuwe kleur trouwens, die andere is een nieuwe. Deze is gewoon een normale. Hij is echt heel fel koraal. Ik ga hem trouwens even opdoen voor jullie, want ik heb toch niks meer op. Ik heb vandaag de andere opgehad. Maar daar ga je nu toch niks meer van zien. Ik pak even de camera erbij om hem op te brengen. Zo, dit is dus de kleur Steeler. Zo op de camera lijkt hij heel oranje, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is hij dus echt niet. Hij is echt koraal. Zo. Hij is dus echt koraal. Dus je moet eigenlijk, wat je nu in de camera ziet, moet je bedenken dat het meer koraal is. Want dit is net echt oranje, maar dat is het dus niet helemaal het echt. Ja, dit is de kleur. Wel een mooie kleur vind ik verder. Wel lekker. Ja, het is nu voor de winter vind ik hem net iets te fel eigenlijk. Maar voor straks in de zomer vind ik hem echt super vet. Het doet me een beetje denken aan de Viva Glam Nikki lipstick van MAC, die eerste. Dus dat is wel een hele leuke kleur. Als tweede doe ik even mijn hand voor de dop, want daar zit een stickerlaag op. En die wil je echt niet zien. Dat is deze kleur. Oh, deze lijkt weer heel paars. Dit is een beetje een rood-bruinige kleur. Hij heet Across the Universe. Deze heb ik vandaag opgehad en dit is echt zo'n prachtige, perfecte berry lipkleur.
Oh, de omhand moet hij wel goed als terecht. Ik vind het zo'n mooie kleur. Echt, wauw. Super mooi. En samen waren, was het dus 11 euro. Nou, dat vind ik niet heel duur, moet ik zeggen. Dus ik doe ze bij mijn verzameling. Mochten jullie trouwens een filmpje willen zien over de lipkleuren die ik heb. Dat zijn dus 5 apocalypse op dit moment. Let me know. Want dat vind ik best wel leuk om een keer te doen. Ik heb ook beloofd dat inkloppalet nog een keer te swatchen. Maar zoals jullie weten, ik ga 5 dagen in de week naar school. En als ik thuis kom is het donker. En ik ga toch even vragen, vinden jullie het erg om met dit licht zo te filmen? Want ik vind het namelijk minder mooi dan daglicht. Maar op zich is dit nog wel te doen nu. Alleen die schaduwen hier bijvoorbeeld, dat vind ik dan weer jammer. Dus laat me even weten, vinden jullie het erg als ik zo film? Zeg je van, nou ja, het maakt ons niet zoveel uit. Want dan vind ik het, dan kan ik wel meer filmpjes maken in die zin. Want maandag is, nou, is filmdag bij mij. Maar ik was bijvoorbeeld afgelopen maandag was ik hartstikke ziek. Lag ik heel dag op bed. Ja, dan kan ik natuurlijk niet gaan filmen. Maar dan kan ik de rest van de week niet filmen, want het is hartstikke donker buiten. Dus laat maar even weten bij de reacties wat je nou van vindt. Nou, dit was de shoplog. Ik ga lekker genieten van mijn allernieuwste Rihanna poeder. Ik ben er zo blij mee. Ik blijf maar zeggen. Ik ga nog 1 keer aan jullie laten zien. Ik vind hem zo mooi. Oh, prachtig. Ook mooi bij die lipkleur trouwens. Dus ja, dat was dit shoplog. Ik wil erg bedanken voor het kijken. En ik ga nu echt afsluiten. Ik voel dat mijn stem dubbel gaat slaan. En dat is niet de bedoeling. Dus ja, bedankt voor het kijken. En doe een duimpje omhoog als je het een leuk filmpje vindt. Abonneer ik dan hier rechts onderin op mijn kanaal. En ja, dan zie ik je graag de volgende keer weer. Doeg! It's our party, we can do what we want. It's our party.